Hallo iedereen, welkom in het nieuwe jaar, waarin ik geleid word om weer iets nieuws te doen. Voor degenen die benieuwd zijn, de zodiac readingen voor de elementen aarde en vuur, die komen er deze week en of in de loop van volgende week aan. Maar nu werd ik geleid om een boodschap te doen die, omdat er een bepaalde vrouwelijke energie meer wilt weten over de mannelijke energie. Dus vandaar een korte video, niet te veel uitleg, maar met toch een aantal boodschappen om weer verder te kunnen. Voilà, dit zijn de boodschappen. Voilà. Wat krijgen we? We krijgen, als tweelingvlammen zijn we hier om te ascenderen. Dus om zelf doorheen het proces van bewustwording te gaan. Omdat uiteindelijk op dat punt, wanneer dat je verlicht bent of wanneer dat je in die hogere energie geïntegreerd bent, dan ben je tegelijkertijd ook weer een voorbeeld voor anderen. Hoe dat het anders kan, hoe dat ze hun leven kunnen veranderen, hoe dat ze hun leven kunnen vormgeven vanuit die hogere energie. Dan hebben we, net zoals jij, ben ik altijd bezig met het doen van een of andere vorm van missiewerk. Je ziet ook beide kaarten hebben ook dezelfde kleuren. De roze kleur heeft ook te maken met de liefde natuurlijk. En wat zegt deze mannelijke energie aan vrouwelijke energie? Mijn energie en wijsheid ondersteunen degene naast ons. En dat is ook zo. Ook al zien we dat niet altijd, of weten we niet altijd wat er gaande is in het leven van de mannelijke energie, of van jouw zielspartner. Besef dan ook dat wat zij ook meemaken en waar dat zij ook tegenaan lopen, dat dat ook een onderdeel is van hun missie en hun proces in wakker worden, in bewust worden. Dingen die niet per se met jou te maken hebben. Dus maak het ook niet altijd allemaal persoonlijk. Maar dan zien we dat hier staat, de dingen, het gaat over boodschappen. En dus deze mannelijke energie wil ook zeggen van, het is belangrijk dat je een stukje loskomt van de ideeën die je hebt over tweelingvlammen. Omdat het niet alleen gaat over onze relatie of over romantiek of over happy ever after en zoals je in de Hollywood films ziet. Dat is hetgeen dat we hier eigenlijk ook gezegd hebben. Het concept van tweelingvlammen, dat is hetgeen dat ik ook beschreef in het e-book Tweelingvlam Geheimen, die beschikbaar is via linkjes onderaan deze video. Dat het tweelingvlam zijnde betekent veel meer dan die diepe zielsconnectie. Het gaat over een activatie van jouw ziel. Om zodanig een zuiver kanaal te worden dat je die onvoorwaardelijke liefde, wat een hele hoge energie is, dus die diamanten energie, hier kan neerzetten en hier kan gaan kanaliseren, zodanig dat ook andere zielen die geen tweelingvlammen zijn, met tijd en stond, wanneer dat zij er klaar voor zijn, dan ook kunnen aanhaken aan die energie van onvoorwaardelijke liefde en dus het licht. En wat zeggen we nog als laatste boodschap voor vandaag? Luister niet naar andere mensen, maar vertrouw jezelf om de waarheid te weten. Net zoals je hier ook ziet, ga naar binnen. Daar ligt het antwoord dat je moet weten wanneer het gaat over je connectie. Dat is hetgeen wat ik ook schreef in het e-book bij het stukje rond doen en niet doen in een tweelingvlam connectie. Een van de dingen die je niet moet doen is luisteren naar wat de mainstream zegt, wat er allemaal gezegd wordt op internet. Of op YouTube of Instagram of waar dan ook. Omdat heel veel informatie die verspreid wordt, verkeerde informatie is. Informatie van gekwetste zielen, informatie van mensen die een blootje gelopen hebben, informatie van mensen die het tweelingvlampad niet snappen, omdat ze zelf geen tweelingvlam zijn. En dus is dat heel moeilijk om dat te begrijpen. Mensen die zeggen dat het tweelingvlampad makkelijk gaat en easy peasy going is en lovey dovey, ja, dat zijn hoogstwaarschijnlijk geen tweelingvlammen. Ook mensen die zeggen van, je moet opgeven aan je tweelingvlammen of wat dan ook. Ook dat zijn hoogstwaarschijnlijk geen tweelingvlammen of toch zeker geen tweelingvlammen die beseffen waarover dat het echt gaat. Want uiteindelijk kan je niet opgeven aan je tweelingvlam, of dat je nu wilt of niet, want het is verbonden met die, waar was het ook alweer, met
Ja, hier ook. Met de diepe zielsconnectie, met de diepe zielsactivatie. Dat is hoe graag dat je zou ook willen. Het opgeven is onmogelijk. En dat is hetgeen waar jouw mannelijke energie hier ook nog eens wel op benadrukken. Misschien dat de cijfers voor sommigen ook belangrijk zijn. 6, 4 en 10. En hier nog eens 4. Dus dat is voor iedereen persoonlijk natuurlijk. Voilà. Wil je een persoonlijke reading? Wil je zelf inzichten in je eigen connectie? Dan kan je dat ook reserveren via de website. Ik heb de prijs aangepast, zodat het toegankelijker wordt voor iedereen. Of iedereen die er klaar voor is natuurlijk. Wil je als tweelingvlam controle nemen over jouw eigen pad, over je eigen proces? Daar raad ik je sowieso aan. Ofwel begin je met het e-book te lezen, Tweelingvlammen, als je dat nog niet gedaan hebt en helemaal nieuw bent op het pad van tweelingvlammen en diepe zielsconnecties. Ben je al iets verder, heb je het e-book al gelezen of volg je mij al een tijdje, dan nodig ik je uit om het programma met de universele vlammen te volgen. Universele vlammen is een hele krachtige energie die voor iedereen beschikbaar is. Je hoeft geen ellenlange inwijdingen of rituelen of dure cursussen aan te kopen, aan te schaffen. Doorheen het programma, waar dat verspreid is eigenlijk over 9 weken. Maar je kan het zolang en zoveel tijd over nemen zoals dat jij voelt dat nodig is. Want doorheen de verschillende transmissies krijg je al die inwijdingen en krijg je die informatie die je ziel nodig heeft om tot de volgende fase in jouw bewustwording te komen. Dat allemaal vind je allemaal terug op mijn website via de links hieronder, ook rond manifesteren en zo verder. Je hebt geen eindeloze cursussen rond wet van aantrekking en dergelijke nodig. Ik leg uit wat dat is dat je moet doen om moeiteloos te gaan manifesteren, moeiteloos die dingen aan te trekken dat jij heel graag zou willen ervaren of hebben, zou ik bijna zeggen. Voilà, dat was voor vandaag. Houd het kanaal in de gaten, want de andere Zodiac readingen komen eraan. Komt er een video aan voor de verborgen readingen groep. Dus dat is niet voor iedereen beschikbaar, tenzij je lid bent natuurlijk. En dan laat ik me leiden tot welke boodschappen ik binnenkort nog weer opnieuw mag delen. De school is opnieuw weer begonnen, we zijn een beetje uit de feestperiode, dus we gaan hier ook weer actiever aanwezig zijn. Voilà, dat was voor nu. Een fijne namiddag, dag woensdag gewenst en tot in de volgende dag.